2, 1, go Danny! Ja! Oh! Waarschuwing. Seekers dringt aan. Niks na te doen of te proberen wat te zien is in onze video's voor de veiligheid van jouzelf en anderen om jou heen. Yo, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. We gaan overnachten in een trampolinepark. Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Zo, we hebben dus de hele nacht dit park voor ons alleen. De video is in samenwerking met JumpXL, dus thanks daarvoor. En dan hebben we nog een heel leuk nieuwtje voor jullie. Namelijk 22 april is hier een heel vet evenement met ballonnen en zo. En daar zitten dus prijzen in. En daarmee kan je dus shirtjes winnen. Tweede uur gratis, een dag gratis, noem het maar op. We kunnen het zo gek niet verzinnen. Dus we hopen jullie hier 22 april allemaal te zien. Alle info daarvoor staat in de omschrijving. Zo, zo'n nacht alleen is natuurlijk hartstikke leuk, maar we hebben nog wat vrienden uitgenodigd voor toffe en spannende challenges. We hebben ook gelijk een challenge voor jullie. Laten we proberen om met z'n allen de 10.000 likes op deze video te halen. En abonneer natuurlijk gelijk even op ons kanaal en dan gaan wij nu verder met deze overnight challenge. We gaan de low castaway challenge doen. Dat is een castaway vanaf deze beam. Hij is erg laag, maar er ligt een foampit onder, dus best wel veilig en toch een leuke challenge. Let's veilig go. Als je op je nek komt ook, Def? Nee, dat niet echt. Dus blijf kijken. Oh, lekker! Wow, dat is nog best oké. Okay. Nu is jouw beurt, bro. Moet zeggen, ik vind hem wel spannend. Oh, je hebt het, je hebt het. Laag. Oh! Oké, het gaat wel. Next up, Damien. Let's go. Hij is wel lach, man. Oh! Oh! Oh, die was denk ik wel de beste, man. Ja, maar ik ga hem nog een keer doen. Hij moet beter. Ja, ja, ja. Beter, nee, was beter. Ook niet meer. Maar hij was wel beter, man. Ik zeg je eerlijk, het is ook echt laag, hè. Ik doe hem ook nog één keertje, maar nu zonder die flip ervoor. Zo, dit voelt wel anders ook gelijk. Ja. Oh, lekker. Volgende challenge, backflip, position, stikken op de beam. Nice. Oh, nee. Oké, was net geen stick. Oh, 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 safe. Poging nummer 2. Yes. Oh, oh. Ja, ja, lekker man. Yes. Voor mij ook een poging 2. Ja, 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 yes! Oh! Lekker! Nu is de beurt aan Damien. Ja, jullie hebben hem in 2 keer, dus ik moet hem in 1 keer doen. Let's go! We hebben allemaal 2 pogingen nodig gehad. Even kijken of ik hem op 1 been kan landen en gelijk naar nog een backflip kan gooien. Oh, oh, oh! Ja! Yes! Lekker! Volgende challenge, pimflip op dit ding. Ik vind hem nog niet helemaal tellen. Wat vind jij, Def? Nee, doe nog maar een keer. Ik kreeg van Damien de tip om hem verder te zetten. Oh, ja, man. Lekker, man. Nice. Hé, hey, dat was best wel goed te doen eigenlijk. Ja, toch? En ik heb gelijk nog een challenge. Deze wordt leuk. Met dit ding, viro-jeppen. Van de ene kant over de foampit naar de andere kant. Viro-jeppen? Ja, je weet toch wat ze over het water doen met zo'n stang? Let's go, Tim! Oh, oh! Oh, God! Oh, wow! Dat was ver, toch?
Best wel, dat is het beste poke tot nu toe. Na het springen en een paar challenges hebben we best wel een beetje honger gekregen. Dus we gaan even de keuken in. Toevallig is Damien niet alleen een vriend van ons, maar werkt hier ook. Dus hij kan ons alles uitleggen. Ik weet hoe de keuken werkt. Ja. Dat is belangrijk. Wat willen jullie bestellen, jongens? Wat wij willen bestellen? Nou, we gaan het zelf even een kijkje nemen, man. Gewoon, dit is gewoon achter de bar hier zo. Ding, waar ligt alles? Ja, waar ligt alles? Alle snacks liggen of in de vriezer of in de koelkast. Hij is lekker warm. Dus dat betekent dat we kunnen gaan eten. En dan gaan we dadelijk even de lichten uitdoen. En dan gaan we in het donker. Het park in. Ben jij al moe? Ben jij moe, Def? Nou ja, niet heel erg. Maar ik denk dat ik dat patatje op heb. Weet je wel, dan heb je gewoon een after dinner dip en dan ga je al slapen. Nou, hoe laat is het nu dan? 0, 1, 2, 3. Oh, shit. Het is gewoon bijna 1:30. Oh, oh, zo. Nou, dat wordt genieten hoor. Thanks Damien, ja, baas ben je. Thanks dat we ook even een kijkje in de keuken hebben gekregen. Zo. Ja man. Oh, sorry man. We zijn klaar met eten en nu gaan we verder in het donker. Het is best wel een beetje fris nu we hier in het park weer zijn. Iedereen is zijn plekje aan het zoeken waar hij zometeen zijn bedje neerlegt. We hebben allemaal slaapzakken bij en volgens mij pakt iedereen een apart plekje. Maar eerst gaan we nog even kloten in het donker. We hebben gelukkig gewoon een lichtje op de camera, anders wordt het heel moeilijk. Alleen één ding moet nog uit. En als je kijkt, de discolampjes. Ik heb mijn spullen erbij gepakt. Ik moet nu nog eventjes naar de plek toe. Yeah. Ja, het voelt wel safe hier. Ik snap toch wat je bedoelt. Ja, man. Dat is wel nice zo in die hoek helemaal. Ja, kijk, nou wordt het echt donker. Hé, hey, die lamp moet nog uit. Is dat een veiligheidslamp? Uit, hoor. Die kan niet uit, man. Ja, toch. Gaat die hier boven niet uit? Nee. Jongens! Ja. Kan die hierboven echt niet uit? Die kan niet uit. Dat is een beveiligingsloop. Ja. ga ik hier niet liggen, man. Nee, ligt hij al met zijn matrasje hier? Ja, bijna opgeblazen. Ik blaas hem eerst even op en dan ga ik een ander plekje zoeken. Oké, okay, ik weet niet of dit een goed idee is, maar oké. Okay. Tuurlijk is het een goed idee, okay. Ding. In het donker. Yeah. Wow, ik zag het niet eens, man. Wat de f***. Oké, okay, oké, okay. Je bent gek, man. Mijn bedje ligt. We hebben de airbag eventjes aangezet, want we willen van een hoog, ja wat is het, van het ninja parcours af willen we in de airbag springen, in het donker. Natuurlijk mag je dit absoluut niet nadoen als je hier bent. Tim past echt perfect bij dit parcoursje. Precies dezelfde kleuren gewoon. Door die lamp op de camera zie ik niet waar ik heen spring. Nee, dan blijf ik ook gewoon naar jullie schijnen gewoon. Hier is de airbag. En hier zijn de boys. Oh shit. Gaat hij dan? Ja, we gaan wel, prima. Mooi man. Kom maar. Ah, donker is zo raar, jongens. Yo, triples. Ik wist niet hoe hoog ik zat, dus eigenlijk was het best wel stom. Het is 3 uur, bro. Is het 3 uur? Nu kunnen jullie het goed zien. Het is 2 voor 3. Yes, wat is het plan, Def? Slapen. Eerst nog even een trucje in het donker. Oh, en back full. Dat is niet best oké. Ja, het licht komt door dit licht. Hier, Def, kom eens. Ik heb een uitdaging voor je. Nee, niet iets geks. Nee, 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 ik doe niks geks. 3, 2, 1, deze. Oh, lukte die? Gewoon geland, maar lekker. Heel raar. Dit. Ja, was donker of niet? Ja man, laten we een rondje onder het park gaan. Ja, we moeten de airbag nog even uitzetten. Doen we die uit, gaan we onder het park rondlopen en dan gaan we slapen. We hebben Danny meegenomen, want die weet hoe die airbag uit moet. Dus we gaan even achter de schermen kijken. Get it.
En ik hoorde van Dan dat hij net in zijn eentje hier best wel bang was. Ik weet niet waarom. Het is anders, maar we hebben natuurlijk nu een heel groot licht bij ons. Ja, maar we kennen deze plek helemaal niet hierachter. Nee. Ik moet wel naast krijgen, dat ik achter een beetje. Kom maar in je eentje. Ja, oh, als iemand al springt. Nee, kom hier weg, kom hier weg. Nee. Demi gaat gewoon expres. Nee, ja, kut, sorry. Ja, maar die veer gaat ook in je hoofd. Oh, we moeten maar... Danny wel even halen, want die zit hier nu die... Laten we hier naartoe gaan, laten we hier überhaupt niet onderzoeken. Een paar sokken. Ah! Oh, dit! Jezus, ding. Ja, maar ik heb nog één verrassing voor jullie, boys. Oh, wat is de verrassing? Jongens, airbag. Uit. Oh, hey, dat was je hebt me bang gemaakt. Bijna afgelopen, toch? Dit is zeg maar het einde, toch? Nee. Oh, I'm back, man. Je bent bang, hè? Oh shit! Oh shit! Oké, ja, de Fucking love. Hij was ineens uit die donkere hoek. Schrok, hè, boys? Ja. Weet je wat ik zeg? Laten we naar bed gaan, man. Ik ben helemaal klaar. Ik ben dood op. Ik wil slapen. Ik weet niet of Danny en Damon slapen. Ik hoorde ze net nog praten. Maar ik ga even die battle beam op ze gooien. Ja, man. Als ik ja zeg, licht aan doen, hè? Ja, is goed, man. Sorry, man. Allemaal leuk en aardig, maar we moeten ook gewoon slapen pakken. Anders zijn we helemaal dood. Ja, jij is smeerlap. Beetje goed geslapen, Ref? Ja, eigenlijk best wel. Ik ben zelfs nog best wel een beetje moe, man. Maar ik heb wel echt lekker geslapen. Jij? Minder. Nou, ik kon sowieso niet echt slapen. Omdat ik echt fucking veel geluid hier hoor. Ik was continu toch wel een soort van alert of zo, omdat je ergens anders bent. Ik durf je nu gelijk een backflip te doen. Want, ja, daar heb ik echt geen zin in, man. Ik ben echt moe. Let's go. Ja, lekker. Het lukt wel gewoon. Kopje koffie erbij. Het is weer morgen. Super moe, maar wel voldaan. Even een triple full om wakker te worden. En dan is het denk ik tijd om thuis verder te gaan slapen. Ja, yeah, let's go, man. Oh. En het dubbel vind ik ook goed. Ik vind het helemaal prima, man. Zo, we hopen jullie hier natuurlijk allemaal 22 april te gaan zien bij Jump XL Spijkenissen. Wij zijn er ook, dus misschien tot dan. Het was een heftig nachtje, maar we hebben het zeker naar wel zin gehad. Zorg dat je die challenge haalt door die 10.000 duimpjes omhoog op deze video te krijgen. Abonneer nog even op ons kanaal. En laat een leuke reactie achter. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Later. Yo. Ja, weet je, ik vind het prima zo. Laten we lekker naar huis gaan, man.